In 6 EG-landen waar morgen de verkiezingen voor het Europees Parlement worden gehouden, zijn vandaag de campagnes afgesloten. De Partij van de Arbeid heeft volgens fractieleider Den Uyl nog wel degelijk regeringskansen door gebleken verdeeldheid tussen CDA en VVD. Een uniek gebeuren in Diergaarde-Blijdorp in Rotterdam, de geboorte van een olifantje uit ouders die ook zelf in gevangenschap geboren zijn. De Rijkspolitie in Zuid-Holland voerde de afgelopen nacht een nieuw soort verkeerscontrole uit. Goedenavond, dames en heren. 6 landen maken zich op om morgen te gaan stemmen voor de Europese verkiezingen. Verkiezingen die eigenlijk alleen bij het jongste lid van de gemeenschap Griekenland voor vuurwerk hebben gezorgd. Massale bijeenkomsten van de politieke partijen, zoals hier van de socialisten gisteravond in Athene, de partij van premier Papandreou. De oppositie heeft haar verzet tegen dienstbeleid tot inzet van de verkiezingen gemaakt. De Grieken gaan dus morgen naar de stembus, net als kiezers in West-Duitsland, Italië, Frankrijk, België en Luxemburg. De 4 andere landen van de gemeenschap stemden donderdag al. Ook hier hebben we al gestemd, de echte uitslag is pas morgenavond bekend, maar er is al wel een voorspelling van de zetelverdeling. En die voorspelling laat 1 zetel verlies zien voor het CDA en de Partij van de Arbeid, de VVD wint een zetel, D66 verdwijnt uit het Europese parlement, 1 zetel gaat er naar de kleine christelijke partijen en Klein Links komt volgens die voorspelling met 2 zetels in het Europese parlement. 25 zetels dus bij elkaar in dat Europees Parlement voor ons land. In totaal zijn er 434 zetels te verdelen. De 4 grootste landen krijgen elk 81 zetels. Daarbij hoort ook Frankrijk, waar de kiezers kunnen laten weten hoe ze denken over de regering Mitterrand, die nu de helft van zijn ambtstermijn erop heeft zitten. Ik kan u verzekeren dat de Fransen tegenwoordig met hartstocht de Europese zaken volgen. Die op de voetbalvelden wel te verstaan, zoals net nog bleek bij de topontmoeting met de Belgen. Met Platini in de rol van lijstaanvoerder hebben veel Fransen misschien het idee dat stemmen morgen niet meer nodig is. Met andere woorden, ook in Frankrijk wordt een lage opkomst gevreesd. Toch wordt hier gesproken van een opiniepeiling op ware grootte, waarbij de kiezers dan hun ongetwijfeld kritische oordeel zouden willen uitspreken over de linkse coalitie van president Mitterrand. Tegenover elkaar staan, ter linkerzijde, de socialisten met de niet onsympathieke krullenkop Lionel Jospin en de communisten met hun leider Georges Marchais. Ter rechterzijde hebben de gaullisten en de aanhangers van Giscard tot een lijstverbinding besloten. Die wordt aangevoerd door de ex-voorzitter van het Europese parlement Simone Veil. De 3 grote worden in hun spel gestoord door een 10-tal kleine lijsten, zoals met name die van het extreemrechtse Nationale Front. Dat leidde vaak tot vechtpartijen met uiterst linkse activisten. Ze trokken ten strijde tegen de lijsttrekker van het front, Jean-Marie Le Pen, die campagne voerde op dezelfde thema's als de centrumpartij in Nederland. De linkse coalitie zal zeker verlies leiden, maar bij beperkte schade toch victorie kunnen kraaien. Interessant is morgen vooral hoe groot in de 10 lidstaten de opkomst is. Hoeveel mensen voor Europa de gang naar de stembus hebben gemaakt. Behalve dan in Griekenland waren de campagnes vaak erg mat. Ook in Duitsland bijvoorbeeld, alleen gisteravond werd daar een bijeenkomst van de CDU, waar bondskanselier Kohl het woord voerde, verstoord door jonge tegenstanders. Ze gooiden met eieren en rookbommen naar de voorman van de CDU en maakten zijn toespraak onmogelijk. Omstanders moesten Kohl met paraplu's tegen de eierregen beschermen. In Italië zijn de verkiezingen voor het Europese parlement in een wat ander licht komen te staan door de plotselinge dood van de leider van de communisten Berlinguer. De christendemocraten, zoals minister van Buitenlandse Zaken Andreotti, vrezen dat door Berlinguer's dood de communisten voor het eerst de grootste partij zullen worden. Io credo che non occorra dir troppe parole. De eerste officiële uitslagen worden morgenavond laat verwacht. Dan de binnenlandse politiek. De Partij van de Arbeid ziet nog steeds kansen om in de toekomst in de regering te komen. PvdA-fractievoorzitter Den Uyl, die dit vandaag op een partijbijeenkomst zei, put die hoop uit de verdeelde opstelling van CDA en VVD in het kernwapendebat. Er
De Partij van de Arbeid, vandaag in Amsterdam op een partijraad bijeen, had twee katers te verwerken. Eerst het succes van het kabinet Lubbers van Ardennen in het kruisrakettendebat en vervolgens de voor de PvdA teleurstellende uitslag van de Europese verkiezingen. PvdA-leider Den Uyl gaf dat ruiterlijk toe. Laten wij geen doekjes ombinden. De uitslag van de Europese verkiezingen is voor ons een teleurstelling geworden. We hadden gehoopt in de buurt te komen van die eerder toch redelijk betrouwbaar gebleken opinieonderzoeken. We hebben gehoopt dat de uitslag een duidelijk herkenbaar signaal zou zijn voor een ander beleid. Een stem voor een progressieve regering. Dat is wat anders uitgepakt. Maar deze tegenslagen betekenen voor Den Uyl niet dat de kans dat de PvdA aan de regering zal deelnemen voor een groot aantal jaren is verkeken. De voorstanders van voortzetting van dit kabinetsbeleid praten en dromen graag over een isolement van de Partij van de Arbeid. Dat dan geschapen zou zijn door de gemeenschappelijkheid tussen CDA en VVD in dit kabinetsbesluit. Het lijkt me een drogreden. De Partij van de Arbeid laat zich niet isoleren. Het kernwapendebat vertoonde, en dat was nauwelijks onder de oppervlakte, een fors gespleten opstelling van CDA en VVD. Bert de Vries zegt gisteren in Trouw, Nijpels hield een bikkelhard koude oorlogsverhaal. Dat is waar. Het is ook waar dat het CDA zo graag met die Nijpels wou regeren. Van de schrik is de Vries plotseling weer gaan praten over de mogelijkheid van samenwerking met de Partij van de Arbeid. De oliepijpleiding door de Waddenzee komt er toch. Dat zegt de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM. De NAM komt tot die conclusie na grondig bestuderen van de uitspraak van de Raad van State. Die vernietigde eerder deze week de vergunning voor de pijp. Vooral op formele gronden, zegt de NAM nu. Het gaat om het zogenoemde F3-tracé. Een oliepijp dwars door de Waddenzee en de kwelders langs de noordkust van Groningen bij Warffum. Volgens de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee worden daarmee veel te grote risico's genomen voor het milieu. Maar juist op dat punt, zegt de NAM, heeft de vereniging ongelijk gekregen van de Raad van State. De NAM komt volgende week al met een nieuwe aanvraag voor een vergunning, wat wel betekent dat de aanleg van de pijp een jaar vertraging oploopt. Een wereldprimeur de afgelopen nacht in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Daar werd voor het eerst een Indisch olifantje geboren uit ouders die zelf ook in een dierentuin waren geboren. Zowel de olifantmoeder als de baby maken het goed. Om 2:00 vannacht werd in deze kraambox dit olifantje geboren na een draagtijd van 22 maanden. De 14-jarige moeder lijkt het jong te accepteren en dat is volgens de diergaarde een eerste voorwaarde voor overleven. Bij de geboorte woog de baby bijna 100 kilo. Het geslacht is nog niet vastgesteld, maar er worden wel al namen van beide lijkunnen achter de hand gehouden. De heer Blijenberg van de Rotterdamse dierentuin over het unieke van deze geboorte. In de eerste plaats dit de primeur van Nederland is. Want in Nederland is het de eerste olifant die in een dierentuin geboren is. Maar bovendien is het nog een wereldprimeur. Omdat de baby geboren is uit ouders die beide in een dierentuin geboren zijn. En dit is nog nooit op de wereld voorgekomen. En de Indische vader volgde de aloude Hollandse traditie beschuit met naadjes. Het jonge olifantje blijft voorlopig voor het publiek onzichtbaar om moeder en kind zoveel mogelijk rust te gunnen. De paus heeft in Zwitserland gepleit voor betere sociale rechten van de vele gastarbeiders daar. Daarbij wees hij ook op de rechten van de vluchtelingen in Zwitserland. Hij riep verder op tot verdraagzaamheid onder de conservatieve groeperingen van de Zwitserse bevolking. Op de zesde dag van zijn verblijf in Zwitserland ging de paus per helikopter naar de oevers van het meer van Luzern om te spreken tot ongeveer 15.000 vreemdelingen. Daar werd hij enthousiast ontvangen door onder meer kinderen van buitenlanders in klederdracht. De gemeenschap van vreemdelingen telt in Zwitserland ruim 1 miljoen mensen op een totale bevolking van ruim 6 miljoen. Familie- en gezinshereniging leveren in dat land grote problemen op en een buitenlander zonder werk moet vertrekken.
De paus sprak in verschillende talen tot de juichende gastarbeiders en vluchtelingen. Morgen vertrekt hij weer naar het Vaticaan. Sport, voetbal. In groep 1 van het Europees kampioenschap heeft Frankrijk vanmiddag in Nantes een 5-0 overwinning behaald op België. Bij rust was al een stand van 3-0 bereikt. Frankrijk troefde in deze wedstrijd België af met goed voetbal en al in de derde minuut scoorde Platini het eerste Franse doelpunt en zijn tweede goal in dit toernooi. Op de rand van buitenspel lobde Gires de bal over doelman Pfaff heen. 2-0 was daarmee de stand. 2 minuten voor rust zorgde Fernandes voor 3-0. Ook in de tweede helft konden de Belgen geen vuist maken. De Fransen kwamen in de 30e minuut op 4-0 toen Pfaff een penalty veroorzaakte. En Platini benutte die. De afstraffing voor de Belgen was compleet toen Platini zijn derde goal in dit toernooi maakte. En daarmee werd het 5-0 voor Frankrijk. Ruim 660 catamaran zeilboten hebben vandaag meegedaan aan de Ronde om Texel. Een zeilwedstrijd van ongeveer 80 kilometer rond dat Waddeneiland. Het strand van Texel vormde een langgerekt, kleurrijk lint van zeilen. Een internationaal deelnemersveld maakt zich op voor de jaarlijkse Ronde om Texel, die voor de 7e keer gevaren werd. Onder de 666 deelnemers, een recordaantal, ook een flink aantal buitenlanders. Vlak voor de start, traditiegetrouw, de laatste informatie. We starten over stuurboord, dus 5 minuten voor de start. De boten in de branding veroorzaakten eigenlijk de meest spectaculaire momenten, want de windkracht viel verder tegen. De startlijn op de Noordzee werd dit jaar voor het eerst aangegeven door een heen en weer vliegende helikopter. De organisatie hoopt hiermee te voorkomen dat er, zoals vorig jaar, grote groepen te vroeg over de startlijn gaan. En die opzet lukte vandaag. Rond 9:30 vanmorgen gingen de catamarans op weg naar de noordpunt van het eiland bij een zwakke noordwestenwind. Te zwak eigenlijk, want bij de ronding van die noordpunt moesten ongeveer 200 boten uit de strijd worden genomen, omdat zij de gestelde tijdslimiet niet zouden halen. Verder varen zou risico's met zich meebrengen in verband met de wisselende stroming. Het werd een rustige zeilwedstrijd zonder onregelmatigheden en met een buitenlandse winnaar. De Zwitser Moeskens kwam na 4,5 uur zeilen als eerste aan en onderging de gebruikelijke huldiging. In de rust van de voetbalwedstrijd, die straks op het andere net wordt uitgezonden, zal Studiosport om 9:15 uitgebreider ingaan op deze Ronde om Texel. Kun je in het weekeinde een grote verkeerscontrole houden zonder dat iedereen in de omgeving dat merkt en elkaar gelijk gaat waarschuwen? Ja, zegt de Rijkspolitie in Zuid-Holland sinds ze de afgelopen nacht samen met douane en marechaussee een nieuw soort verkeerscontrole hield. Nieuw is al direct dit. Motoren van de Rijkspolitie die voor u komen rijden, maar u niet langs de kant van de weg zetten. In plaats daarvan wordt u verzocht hen maar te volgen. Bijna 150 auto's krijgen de afgelopen nacht bij Blijswijk dat verzoek. Voor ze het goed en wel weten zijn ze door mensen van de motorrijtuigenbelasting al gesnapt. Maar wat de verkeerscontrole vooral nieuw maakt, is de plaats. Dat blijkt de reusachtige hal van de groenteveiling te zijn. 3 maanden van voorbereiding waren er nodig om 7 uur te kunnen werken, zonder dat binnen de kortste keren de hele buurt van de politieactie afweet. Vroeger was het zo dat we een gedeelte van de weg afzetten, daar een fuik maakten en alle verkeer in lieten draaien. Gevolg was dat je erg statisch bent, je actieradius is aanmerkelijk kleiner. En een ander nadeel is dat het veel sneller bij het publiek bekend is. Steeds weer brengen de motorrijders nieuwe auto's de veilinghal binnen. Daar wordt letterlijk naar alles gekeken. Naar rijbewijzen, naar chassisnummers in verband met mogelijke diefstallen. Naar de verzekeringspapieren van bromfietsers. Naar technische gebreken bij vrachtwagens. Gecontroleerd wordt ook of er over de dieselolie wel accijns betaald is.
en de lading wordt desnoods uitgepakt. En omdat de douane alles mag doorzoeken, ontkomen zelfs dashboardkastjes daar niet aan. Ten slotte wordt met behulp van de nieuwste elektronica natuurlijk naar alcohol gesnuffeld. Nou, je hebt niet te veel alcohol gebruikt, misschien helemaal niets. Jawel, jawel. De boete voor een kleine overtreding kan, indien gewenst, onmiddellijk worden betaald. De nieuwe soort verkeerscontrole levert een hoop op. Deze accu immers hoort stevig vast te zitten. En ook een vijftonige hoorn is uit den boze. Maar is deze methode nu ook iets voor andere politiekorpsen? Niet overal immers, zijn veilinghallen. De outillage is uniek, dat geef ik u onmiddellijk toe. Maar ik denk toch dat er in de landen best wel mogelijkheden zijn waar men op een soortgelijke manier aan de bak kan. Oftewel, u moet met de kans dat u dit overkomt toch maar eens wat meer rekening gaan houden. Het weeroverzicht nu van het KNMI in de Bilt. Wolkenvelden van de Noordzee dreven vandaag over ons land en zorgden ervoor dat de temperatuur opnieuw onder het gemiddelde bleef. In Zeeland en West-Brabant was het in de ochtend nog vrij zonnig. Later op de dag kwam ook daar meer bewolking voor. De temperatuur liep vanmiddag uiteen van 14 graden in Den Helder tot 18 graden plaatselijk in Brabant. Op deze foto, vanmiddag ontvangen van de weersatelliet, is te zien hoe de bewolking zich van de Noordzee uitstrekt over ons land en Duitsland. In Frankrijk was er volop zon. De temperatuur lag er tussen 21 graden in Normandië en 28 graden aan de Riviera. In Spanje en Portugal moest de zon het opnemen tegen bewolking in de hoge lagen van de atmosfeer. Het was er vanmiddag niettemin zomers warm met een temperatuur tussen 25 en 30 graden. Een hoge drukgebied bij Ierland en boven de Noordzee zal ook morgen het weer bij ons bepalen. Het verandert niet veel van plaats en zal morgen de wind uit het noorden doen waaien. De verwachting geldig tot morgenavond luidt dan ook droog weer en wolkenvelden, maar vooral in het westen en zuiden ook perioden met zon. Minimumtemperatuur omstreeks 11 graden, middagtemperatuur circa 19 graden. Een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Tot slot de vooruitzichten tot en met donderdag, droog en vrij zonnig, middagtemperatuur van 20 tot 25 graden. Einde van dit 8 uur journaal. Dames en heren, goedenavond.